Hallo. Ik begrijp het even niet. Weet je, al die regels. Als ik nou iemand aanrij, weet je, moet dat dan op 1,5 meter of, weet je? Of, en als die op mijn motorkap ligt dan, moet ik dan gewoon in zijn bek hoesten? Of zou ik gewoon een cappuccino bestellen dan? 1 juni. Dat ik dan bel van, joh, hoe voel je? Ja? En voel je je lekker of niet? Ja, je weet het niet. Nee, maar ja, de eerste 2 weken weet je het ook niet. Of wel? Of je hebt geen klachten? Nee, maar ja, heb je coronaklachten? Nou ja, ik heb wel klachten over corona in principe. Maar ja, dan mogen we niet op het terras zitten. Zou ik maar gewoon een smoothie bestellen dan? Ik begrijp het niet. Weet je, en ja, en als je dan toch op mijn motorkap ligt, zal ik dan gewoon een mondkapje opdoen, weet je wel. Maar niet die goedgekeurde, want dan krijg je bekeuring. Gewoon die medische. Nee, gewoon die van de Aldi. Alleen mondkapjes van de Aldi mag je als je dood ligt gaan op de motorkap. En als ik dan, laat maar zeggen, als mijn oma dan ook dood ligt gaan in het bejaarde thuis, mag ik die dan wel gewoon gedag zeggen dat ik even nog op de bek pak, of kan dat ook niet meer? Ja, ik weet het niet, weet je. Of zou ik gewoon een plexiglas in de bek rammen? Dan. Nee, ik begrijp het niet. En als ik nou, laat maar zeggen, naar de maan vlieg. Of thans, ik hoef niet eens te vliegen, want ik ben toch gewoon 1 uur. Ja, ik weet het niet, man.